schreeuwen challenge in horrorhuizen. Het werkt als volgt. Elk team gaat om de beurt door het horrorhuis heen en degene die het meest schreeuwt, verliest. En daarvoor, als ik nu raad aan welk getal jij denkt, moet je op de abonneerknop klikken. Neem een getal in je hoofd tussen de 1 en de 3. Denk je aan 2? Ja? Oké, nou klik maar op abonneren. Dank je wel. Yo. Hoe is het met ons? Ik zal het even voortaan nemen. Het gaat om. Dat is nieuw, dat is nog nooit gebeurd. Sinds wanneer begin jij te praten? Ik deed het daarom! Nee. Begin even met Siepke, die is er ook weer is. Dat is waar inderdaad. Wat is er gebeurd met back, je haar? Ik heb een moed laten zetten. Jij bent nu de editor natuurlijk, maar daar moet je dus even een soort countermuziek onder zetten. Team niet bang? Ja, we zijn er. We zijn nu wel, we zijn weer niet bang. We zijn weer niet bang. Dit is het moment om teams te maken en Julia wilde weer bij mij. Jij kan niet in mijn team. Dat is vorige keer ook zo. We gaan niet bij elkaar in team, dat kan niet. Vorige keer was ook al, jij gaat absoluut niet in mijn team. Ik ga met Jules. Nou, dan ga ik naar huis. Vorige keer was ik ook al met jou, ik ga sowieso niet in jouw team. Yes, dat is gelukt. Allereerst keer dat Julia, nee, dit is niet. Yo. Hoe hebben jullie die voorbereid? Dit is de voorbereiding. Ja, is nu, Die fles is voor jou? Ja. Ik heb me niet voorbereid, want ik ben bang en ik zit met Julia, dus het wordt echt moeilijk om te winnen. Nee, sterker nog, ik denk dat het onmogelijk is. Wij zijn niet bang. Wij zijn Kaulo Klein. Anifo. Nou, ik heb sowieso al geen ziel. Dat is echt niet waar. Ik vind jou erg lief. Aww. Ik heb me wel goed voorbereid, want ik ben nu met Stefan, dus ben ik niet bang. En gaat ja, niet dan veel. Ga ik niet gillen. Ik geloof dit. Ik ben zo blij. Tijd om naar het eerste horrorhuis te gaan. Maar hiervoor moesten we wel eerst door het park van Walibi heen lopen, waar allemaal enge monsters zijn. Ik ken geen angst. Godverdamme! Nee! Ik wil echt niet meer. We gaan eerst in een geestenhorrorhuis genaamd de Jefferson Manor. Oh joh, team niet bang is bang. Nee, wij zijn niet bang. Daar gaan we dan. Oké, we gaan niet schreeuwen, joh. Oké. Oh, dat vind ik echt nu al moeilijk. Zien we er bang uit of niet? Nee, we zijn niet bang. Succes! Oh mijn god. Waarom moet ik eerst dit? Nee, niet schreeuwen, niet schreeuwen. We mogen niet schreeuwen. Oh, sorry! Hé, zij lijkt op mijn ex! Ziel is ook echt gek, hè? Ik heb geen ziel. Hier zo terug, want ook heeft Walibi dit jaar weer de After Dark huisjes waar je de hele nacht wordt bang gemaakt. Daar gaan we met een leuk groepje weer overnachten. En eerder vandaag vertelden jullie aan mij iets over de monsters. Nee. We kunnen nu naar binnen. Niet, kun je juist in. Ja. Ja, Stefan, je bent echt wat een homo. Wat is er met zo'n homo's? Ja, niks, ik hou van homo's. Homo, ik ben net speciaal. Hallo! Mijn naam. Pas op! Oh mijn god, stomme loek. Aangekomen bij het huisje gingen we gelijk even verkennen. Hoe groei je? Oh! Wat is er, joh? Ja. We komen hier vanavond weer terug als het donker is. Maar voordat we terugknippen naar de horrorhuizen, eerst nog even een... challenge, oké. Ik ga Siba, Boerak en Julia een air-up fles geven om zo snel mogelijk leeg te drinken. Degene die dit het snelst doet, krijgt van mij... 100 euro! Ik pak ook even een klein momentje. Oké, maar kijk. Nee, wacht even, ik ben heel even mijn momentje met air-up. Ik wil dus ook heel graag lekker alles smaken. In 3, 2, 1, go! Oké, nou, je kan er gewoon recht houden, je kan er gewoon recht zeggen. Dus als zij hier mee bezig zijn, zal ik even vertellen. Je doet dus die pot, doe je zeg maar hierop. En dan trek je hem omhoog en dan... Maak je geen zorgen, Stefan. Ik neem het vanaf hier wel over. Zoals hij al zei, doe je gewoon normaal water in de fles en gebruik je de geurpot om een smaak te proeven. Je drinkt dus gewoon water, maar door de geurpot denken je hersenen dat je een smaak proeft. Daarbij kan je ook nog eens de fles zo vaak hervullen als je wilt en verschillende geurpots gebruiken. En wat helemaal vet is, is dat ze nu de nieuwe stalen fles hebben. En die ziet er niet alleen cool en luxueus uit. Hij houdt ook nog eens 14 uur lang je water koud. Als je wat meer informatie hierover wilt hebben, kan je naar de link in de
beschrijving. En we gaan weer verder. Zoals je ziet gaat het tot nu toe bij iedereen heel erg goed. Sorry, sorry. Ik stop. Ze komen wel dichtbij. Oh, dat is een gordijn. Dat was de allerergste. Zij was wel knap. Je wilde mijn keel pakken, man. Jouw keel? Ja. Ja, dat, ja. Ik sta hier! Want de bier en de bier is al een tijdje! Nee, Stefan, nee! Oh, oh, ze hebben wel zin. Oh, jij! Ja. Siebe! Hey, we hebben dit echt goed gedaan, man! What the fuck? Ik heb echt één keer geschreeuwd! Dit telt ook als schreeuwen! Oh, nee, nee, nee. Deze was niet eng, man. Ik vond deze niet eng. Heb ik een keer gezegd? Nee. Laten we ondertussen even kijken hoe het eraan toe gaat bij het huisje. We kwamen namelijk Niek, Noah en Vincent hier ook nog tegen. Vincent Visser? Wat doet Vincent Visser? Huh? Ja, ik kan, ja. Oh, dit is een oh, enge mijn god, oh, oh, boe! Oh, mijn god! Jullie vragen met mij mee naar binnen. Oh, nou. Toen bleek hij eerst de sleutel van ons huisje te hebben, wat een chill idee is. Oh, ja, dat is een chill idee. We hebben een paar regels. Vervolgens legde hij ons wat regels uit. En daarna kregen we een heel geheimzinnig drankje waar sowieso niks geks in zit. Dit gaat een leuke avond worden. Is er alcohol? Iedereen proost voor een leuke nacht. Yo, wat is de verleden tijd van ik eet? Oh. Ik had. Zou je gek worden hiervan? Oh my god. En wat denk je Maar goed, laten we eens even kijken wat de tussenstand is bij de horrorhuizen. Yo, dit is de tussenstand momenteel. Ik weet het zelf niet, maar... Nul keer. Wij sowieso nul. Nee. Wij sowieso nul. Anders heeft Sibi iets raars gedaan in de edit. We gaan nu naar het volgende spookhuis. En Marco, is de volgende enger of niet? Heel eng. Ja? Het is de nieuwe. Camp of Curiosities. Ja, maar daar zijn clowns. Dat vind ik echt niet leuk. Oh, later seksgebied. Ja, maar echt lang, man. Ziek, hè? We moesten weer door een scare zone lopen, maar nu met allemaal enge monsters met telefoons of zo. Dat is echt een dood, hè? Zeg maar, die mensen die acteur hier zijn, die hebben ook echt een leven. Kijk, daar komt hij hoor, daar komt hij. Maar ik ben niet bang. Hey, oké, het is gezellig. Het is wel Marco. Oh, nou even niet. Wat is Marco almost? Marco, Polo! Nummer 2, rechtdoor. Alright, tijd voor het tweede horrorhuis. En gelukkig blijft iedereen altijd lekker professioneel tijdens het wachten. Wat zit hier? We zijn er helemaal klaar voor. Wij gaan weer niet schreeuwen. Hoe kan het dat jij doet als je door het park loopt? Ja, ik loop ook door een park. Dus jullie dachten, we gaan een beetje naar de freaks kijken. Ja! Volgens mij heb jij ook geen ziel eigenlijk. Of wel? Ik voel je ook wel wat opbloeien eigenlijk. Ik heb een vriend. Ik heb een vriendin. Echt? Moet je nagaan. Ik maak het te leuk, man. Ik lach naar hem dan. Waarom lach je niet naar hem? Maar voordat we naar binnen gingen, gaan we eerst even kijken bij het huisje. Want ondertussen gaat daar de telefoon. Kan je op luidspreker? Hi. Wat zeiden ze? Ze zeggen, pas op, alsjeblieft, pas op. Neem niks te drinken van ze aan, want ze gaan ons echt... Dat hoorde je, zeg maar. Ja, dus... en jij hebt net dat hele ding lopen af. Gast, ik heb het ook gedronken. En even later moesten we zelfs naar buiten komen voor een ritueel. Iedereen uit die huisjes wordt nu hierheen gehaald. Wat gaan we doen in hemelsnaam? Ja, jullie zijn er ook zomaar beland. Ja, wat doe je hier? Wij waren eigenlijk gewoon aan het chillen. Ja. Het ritueel duurde vrij lang, maar toen begonnen ze opeens dit te roepen. Rise darkness! Rise darkness! Ik doe vanzelf mee, ik weet niet wat het is. Ik word overgenomen. Rise darkness! Rijs darkness! Nou goed, dat gaat de goede kant op. Laten we even terugknippen naar het horrorhuis. Oh joh, ze moeten altijd mij hebben. Ik ben voor deze oprecht niet bang. Oh mijn god, het zijn allemaal lezen, piemels! Au! Wat hier is
is het niet zo glad, dus hier vallen we sowieso niet. Wat is dat dan? Oh, er staat iemand. Je bent echt als een homo. Oh, zit er. Doodle, burn. Leuk gezegd. Nee! Ja, ik ga nu ook gillen hoor dan. Ik ga terug. Nou, dat hoeft niet hoor. Oh. Oh, sorry, sorry. Nou, hey, hoe is het? Jesus Christ. Wat een leuke mensen. Dood. Hij viel bijna op mij, zeg. Ga nou even weg met je pop. Ik wil ook niet met die grote pop. En ondertussen in het huisje ging het er ook steeds heftiger aan toe. Hey, Brian, what the fuck is man? Hey, ha, ho. Zeg al even zo. En wat ruimt erop? Wat? Een dikke vette hand! Oh my god, Julia! Ja, goed. Hopelijk gaat het bij het horrorhuis nu iets beter. Dikke. Nee! Nee, 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 nee. Ik vind. Kijk gewoon heel even. Rennen. Oh mijn god, hier is het fucked up. Hier is het fucked up. Oh, Jotje, gordijn. Oh, dat is een gordijn. Oh, jezus. Oh, knuffels. Oh my god, je hebt een liefde knuffel. En je hebt ook niet leuke hondenknuffels. Hé, wacht, is die. Ik zie niks. Even kijken hoe ik eruit zie. Zag je hem niet? Nee! Stop maar schreeuwen! Sorry! Gelukkig schreeuwde je niet. Ja, sorry, nu ga ik stoppen met schreeuwen. Ik ook, ik zweer het. Hé, hey, dat is Jeffrey Dammer. Ik ben net, deze was wel makkelijk al. Dit is echt een vicieuze cirkel waar we maar één blijven. Wanneer hij is heel klaar? Groot, ja. Hij heeft een. Was dat? Was dat Adriaan? Ondertussen in het huisje werd er steeds heftigere muziek afgespeeld en leek het helemaal mis te gaan met Julia. En onthoud dus dat de muziek die je hoort in het huisje wordt afgespeeld. Die hebben we er niet onder gezet in de edit. You! Christ, darkness. Nee! Ja, Sven. Kut. Ja, Sven. Pannenkoek. Hey, stop. Oh my god. Bro, kom naar binnen dan. Wacht hier even op. Christ, darkness. Wat een fucking wat een fucking. Ik krijg een buikpijn van het lachen. Nou, dat gaat helemaal top. Daar volgens mij even terug naar het horrorhuis weer. Oh, dit lijkt net op een horrorfilm al. Oh ja, kijk hier links. Ja, ik zie hem. Nou, die doeken moeten nu hier. Die doeken moeten we. Sorry! Wat was er? Ja, dit! Hey broer, je slaapt mij de hele tijd aan. Ja, zijn we er? La. Team niet bang, vriend. Team niet bang. En zoals je hier kan zien, hebben Julia en ik overduidelijk gewonnen, want we hebben veruit de meeste punten. Laten we nog één keer teruggaan naar het huisje om te kijken hoe het er daar aan toe gaat. Ja, dat is niet best. Yo! Ja, dat was hem alweer, hè? We hopen natuurlijk dat jullie ook nog een keertje komen hier naar de Halloween Fright Nights. Maar wat je ook zeker even moet doen, even op het belletje drukken, even abonneren. Oh, wat lekker, we zijn over het hele gebied horen. Fantastisch, Stefan de Vries, dames en heren! Iedere gedachte klaar! Lekker veel je. Ja, nu weet iedereen dat we hier staan, dus dat is top. We kunnen niet meer weg.
Maar goed, hoe dan ook. Druk even op het belletje, like even, subscribe even. En dan zien we je volgende keer bij Stefan. Dankjewel, dankjewel.